Hoi, welkom op mijn YouTube-kanaal. Nou, lang geleden hè, dat jullie mij gezien hebben. Ik heb een tijdje pauze gehouden. Een lekker lange vakantie, van YouTube tenminste. Niet van het hobbyën. Ik heb een aantal leuke kleine projectjes gedaan. Zonder de druk van het video's maken. Dus het was echt wel lekker een beetje relaxed. Maar ik had weer zin om een video te maken. Dus ik ben aan het knutselen weer met de Commodore 64. Het doel is nog steeds om een cartridge te maken. Waarmee je kan chatten over het internet met een andere Commodore 64. Of meerdere natuurlijk in een chat. Dus dat is het doel. En ik heb daar een paar maanden geleden alweer een video over gemaakt. Waarbij ik probeerde te communiceren vanaf de cartridge port. De seriële port of de user port, die is veel te traag. Dus ik wilde graag de cartridge port daarvoor gebruiken. Dat is toen gelukt. Maar ik gebruikte toen een soort parallele buffers. En dat kostte nogal wat pinnen op mijn Arduino. Ik had er natuurlijk 8 nodig, want ik heb 8 databits nodig. Plus een beetje sturing, dus dat was nogal duur qua pinnetjes. En nu heb ik dus het plan opgevat om dat serieel te gaan doen. Dat wil zeggen, de data gaat vanuit de Commodore nog steeds natuurlijk parallel naar een paar schuifregisters. En dan wordt het serieel ingelezen. En de andere kant op stuurt de Arduino ook seriële data uit. Het gaat weer een schuifregister in en dan wordt het parallel uitgestuurd op de bus, op de databus van de Commodore 64. Nou, dat is het plan. En dan gaan we nu kijken of dat gaat lukken. Ik wil eerst even kijken naar het schema. Als je mijn vorige video hebt bekeken, dan zie je daarin dat ik gebruik maakte eerder van 2 parallele buffers. Dus die hadden parallele ingangen en parallele uitgangen. En die waren dus ook hier aan deze kant aan elkaar geknoopt allemaal. Alle 8 databits. En er gingen er ook 8 databits naar de Arduino toe. En dat kost dus een hele hoop pootjes. Maar die Arduino moet ook constant switchen tussen input en output. Want die moet kunnen lezen en schrijven op dezelfde poortjes. En dat is dus niet echt efficiënt. Dus ik wilde dat graag anders oplossen. Ik wilde graag aparte pennetjes gebruiken voor zowel de inputs als de outputs. En daarom heb ik gekozen voor deze seriële schuifregisters. Om die te gaan gebruiken. Ik had eerst een andere optie in mijn gedachten, namelijk een soort universeel schuifregister met inputs en outputs die zowel serieel als parallel konden zijn en die ik ook kon switchen tussen inputs en outputs. Maar ja, dat ging niet werken, omdat dat namelijk een hele belangrijke functie miste en dat is de latch functie. Want op een gegeven moment zet de Commodore hier data klaar, die ingelezen moet worden uiteindelijk in de Arduino, maar eerst in het schuifregister. En dan geeft de Commodore via een ingewikkelde schakeling een latch signaal. En dan wordt die data die hier klaar staat ingeladen en vastgehouden in de flip-flop latches hier aan de binnenkant van het schuifregister. Nou, die Arduino reageert op datzelfde latch signaal. En die geeft dan nog een keertje parallel load. En dan wordt die data vanuit die latches ingeladen in het schuifregistergedeelte van deze chip. En dan kan ik met klokpulsen die data er langzaam uitpulsen. Nou ja, relatief langzaam. Het gaat vrij snel. En dan komt het binnen hier op 1 pootje, pootje D10. Dit gedeelte hierbovenin, dat gaan we zometeen drastisch vereenvoudigen. Want ik weet al een beetje hoe deze video zal gaan verlopen. Ja, dat scheelt dus een heleboel pennetjes hier op mijn Arduino. En daarvoor wil ik dat graag doen, want ik heb er nog meer nodig voor mijn wifi functionaliteit, wat later toegevoegd wordt. Dus ik heb dit schuifregister hier, deze bovenste, speciaal geselecteerd op die latch functie. En het is dus de 74597 geworden. Aan de onderkant zit zijn broertje, de 595. Die zien we wel vaker voor Arduino projecten. Dat is dus een serieel in en parallel uit. Voor die bovenste, parallel in en serieel uit, nemen ze op internet vaak de 165. Dat is een vergelijkbaar schuifregister, maar die heeft niet die latch functie die hier zo belangrijk is. Dus dit ga ik nu eerst opbouwen en dan zullen we zien of dat gaat werken. 3 days later. Nou, goed nieuws. Het werkt eindelijk zoals het hoort. De schakeling is opgebouwd op dit breadboardje. Ik had best wel wat last van storingen. Dat kwam voornamelijk omdat de Arduino geen stabiele voeding had. Maar toen ik eenmaal een stabiele voeding aansloot, dus niet via USB, maar een externe voeding, toen
begon het een stuk beter te werken. Ik heb hetzelfde testprogramma als vorige keer. Ik zal het toch even laten zien nog. En dan kan je zien dat het goed begint te werken. Ik heb nou natuurlijk zo'n fantastische grote monitor. Even kijken hoor. Dit stuk, dat zien jullie op het andere scherm. Tot hier, dat is eigenlijk Full HD. Er zit nog een stukje onder. En dan heb ik hier nog een Full HD beeldscherm eigenlijk. Dus eigenlijk zijn het twee Full HD beeldschermen van ongeveer 27 inch tegen elkaar geplakt. Geen naadjes. En dan nog een strook eronder ook. Met extra plaats. Dus ik heb hier mijn Commodore 64. Hier mijn seriële output. Hier mijn Arduino programma. Hier het schema van wat ik aan het opbouwen ben op het breadboard. Dat doe ik gelijk in een schema vatten. Want als je dat later weer moet gaan zitten terugvinden aan de hand van al die draadjes, dat gaat niet lukken. En hier nog een Linux terminaltje om eigenlijk deze opname te starten. Nou, we bekijken even het programmaatje op de Commodore. Ik heb het al eerder een keertje laten zien in de vorige video. Ik stuur eerst naar de Arduino de getallen 100 tot en met 140. Daarna stuur ik het getal 5 en daardoor schakelt de Arduino over van luisteren naar schrijven in de buffers. En de Commodore leest dan die buffers weer uit. En dat doet hij totdat hij het karakter 4 tegenkomt eigenlijk. En dan is het programma ten einde. Dus in de seriële monitor moeten we eigenlijk de getallen 1 tot en met 100 zien verschijnen. En op de Commodore één lange regel van 0 tot en met 10, ABCD, nou ja, dat soort dingen. Run. Hup, fantastisch. Kijk, werkt hartstikke goed. En we zien dus inderdaad tot hier de Arduino, hier de getallen 100 tot en met 140 heeft ontvangen. Toen ontving hij een 5 en dat betekent overschakelen naar de schrijfmodus. Dan heeft hij dit gestuurd. En daarna komt er een switchback. En dat heeft inderdaad de Commodore netjes ontvangen. Dus het gaat fantastisch. En hij moet nu weer terug zijn in luistermode. Dus ik moet het gewoon kunnen herhalen. Run. Ja, zie je, fantastisch. Werkt hartstikke goed. Nou, we zijn een goede week verder. De tijd vliegt als je aan het probleem oplossen bent. En ik zal je laten zien hoe ver ik ben. Aan de ene kant schiet het op. Aan de andere kant schiet het niet zo erg op. En ik loop tegen een raar probleem aan. We gaan even kijken. Ten eerste heb ik het schema een beetje aangepast. Ik heb het een beetje eenvoudiger gemaakt. Ik heb nu wat minder van die logica chips nodig. Dus dat scheelt weer wat componenten op het bordje. Want het moet uiteindelijk wel natuurlijk in een cartridge passen. Dus minder componenten is altijd beter. Wat ik nu doe, ik maak ook gebruik van IO2. En ik heb me voorgenomen om alleen maar vanaf de Commodore te schrijven naar IO1, naar dat geheugengebied. En dan gaat dus deze trigger af. En die zit dan interrupt 3. En als ik iets lees, de Commodore leest iets uit de Arduino's buffers, dan gaat IO2 af. En dat is dus interrupt hier op pootje 2. Dus dat vereenvoudigt de boel een klein beetje op de hardwarekant. En ik heb inmiddels ook een ESP1 aan de Arduino gehangen. Om dus te kunnen communiceren met de website of met de database die online staat eigenlijk. En ik heb een programma geschreven in de Commodore. En dan kan ik aan de Commodore vragen, als ik hier zeg run, dan vraagt hij eigenlijk aan de Arduino of die een boodschap heeft, een nieuwe boodschap van de database. Het antwoord is nee, ik krijg een 0 terug. Dus dan zeg ik eigenlijk run 30. En dat is dan het commando om een nieuwe boodschap op te halen vanaf de database. En dat doet hij hier nou, message ID en hier een header van de boodschap. Nou, die heeft hij opgehaald. Dus als ik nu weer gewoon run doe, dan zal die moeten zeggen, ja, ik heb een boodschap voor je. Hier zie je, er komen ook echt een 1 terug. Dan kan ik ook zeggen van, nou, geef mij dan maar die boodschap. Dat is dus run 40. Kijk, en dan krijgt inderdaad de Commodore, die krijgt dan die boodschap door, die dus de Arduino heeft opgehaald van het internet. Nou, so far so good. Dat werkt prima. Nu wil ik graag dat de Commodore een nieuwe boodschap maakt
en die aan de Arduino stuurt. En de Arduino moet hem dan naar het internet sturen, naar mijn database server. En dat kan dit programma ook. Run 100. Dan wil die graag sturen, dit is een boodschap van Bart. En hier is waar het eigenlijk misgaat. Kijk, de Arduino ontvangt het volgende. DI en dan geen T, maar een byte met een waarde 20. En dan staat hier AS in plaats van IS, een boodschap van Bart. De rest is goed. Nou, als ik dit nog een keer doe, dan zal je zien dat het weer heel anders is. Nu is dit wel gelukt. Dit is een... Nou, boodschap is helemaal verminkt. Er zijn nog een paar rare bytes ertussen, wat geen karakters zijn. Van Bart. Nog een keertje. Omdat het zo leuk is. Oeh, bijna helemaal goed. Dit is een boodschap van... Nou is de R weggevallen. Nu was ik dat een beetje aan het analyseren. En ik heb ook volgens mij een voorbeeldje gemaakt. Ja, hier. Kijk, op een gegeven moment kreeg ik namelijk een F in plaats van de V. Dan stond er van Bart met een F. En dan zie je dat precies dit bitje eigenlijk omgevallen is. Heel gek. Soms kreeg ik in plaats van een C, dus hier de C van de boodschap, kreeg ik dit, karakter 3. En dan is dus dit bitje omgevallen. En ook een keertje, in plaats van een A, kreeg ik byte 1. En dan is dus dit, precies dit bitje omgevallen. Dus dan mist hij precies ergens een bitje. Nou, heel erg raar. Om dat nou te analyseren, want natuurlijk verdenk ik ergens mijn routines in de Arduino. Om dat te analyseren, heb ik hier mijn Logic Analyzer aangesloten. En ik heb wat opgenomen dat ik die F krijg in plaats van die V. Dat heb ik even opgenomen. Dat is deze routine. Nou, er is een heleboel hier te zien. Ik zal een beetje uitleggen wat we nou eigenlijk zien. Even groter. Kanaal 1 hier is de tweede die we nu een beetje zien bewegen. Dat is de read-write pulse van de Commodore. En die gaat constant gaat die af. Want die gaat natuurlijk voor elk adres gaat die af. Dus die is heel erg druk zoals je ziet. Die daarboven, dat is degene van IO1. Die wordt laag als er geschreven wordt naar het geheugengebied waarin wij geïnteresseerd zijn, naar IO1. Dat vangen wij af met die cartridge. En als ze allebei tegelijk afgaan, dus er wordt geschreven naar IO1, dan gaat ook mijn trigger af. En dat is hier, even kijken welke dat is. Een van deze natuurlijk. Ja, dat is deze. Channel 4. Hier zien we dus, kijk, hier zie je het gebeuren. Hier wordt dus IO1 laag en write wordt laag, read-write wordt laag. En dan wordt dus mijn puls hoog. We zitten dan in het schema hier. Kijk, deze is laag, dus deze wordt hoog. En hier op dit punt naar interrupt 3 of interrupt pootje 3, daar meet ik. Dus dan zitten we hier, hè? Hij wordt hier even hoog. En dan zien we hier, dit zijn de klokpulsen van het shiftregister wat ik maak om het shiftregister uit te lezen. Nou, in het programmaatje, ja. In het programma van de Commodore zien we dat er eerst een byte waarde 1 gestuurd wordt. En dat kunnen we ook zien hier al. Hier heb ik die pulsen van de klokpulsen en vlak voor die klokpuls wordt de waarde gemeten. Dus eerst wordt de waarde gemeten, die is nu dus 0. Dan geeft hij een klokpuls, dan schuift het schuifregister op. Wordt weer de waarde gemeten, weer 0. Eigenlijk is alles 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die is 1, zie je? Perfect. Dus dit is dus het getal 0000001. Dus dat is gewoon de waarde 1. Dat is dus waarde 1 hier op de Commodore, hier 1. Maar daarna gaat hij iets anders sturen. Kijk, daarna gaat hij dit sturen. Een D en dan een I en dan een T. En dat kunnen we ook zien. Dit was die bytewaarde 1. Dan hebben we hier de D, I, T, spatie, I, S, spatie. I'm waiting, I'm
waiting. I'm waiting. I'm waiting. We're waiting. We're waiting. Dit is hem. Hier kwam een triggerpuls binnen. Hier beginnen de klokpulsen te lopen. En wat hebben we dan gekregen? Nou, eerst een 0, want hij meet eerst en dan komt de klokpuls. Dus we hebben een 0, een 1, 0, 0, 0. Dus een 1 met 3 nullen. En dan 2 enen en dan weer een 0. Dus dan hebben we inderdaad gehad, deze, 1, 3 nullen, 1, 1, 0. We hebben een F binnen gehad. En ik had een V verwacht. Dus zie je, dit bitje is inderdaad omgevallen. Die had hier nog tussen moeten zitten. Dus ik krijg hier op dit punt echt daadwerkelijk een F binnen in plaats van een V. Dus dat is niet de schuld van mijn Arduino dat hij het verkeerd uitleest. Want zelfs de hardware-signalen hier, die zeggen dat het een F moet zijn en geen V. Dus waar zit dat nou, hè? Nou, heb ik het een paar keer getest. En het is ook niet zo dat het steeds hetzelfde bitje is. Als dat zo is, dan zou het een slechte lijn kunnen zijn in die dradenbende daar. Totdat het zoiets is. Maar ja, ik ben er gewoon nog niet helemaal uit. Het viel me op toen ik dit aan het onderzoeken was, dat het eigenlijk steeds een 1 is die in een 0 is veranderd. Dus ik mis af en toe een 1. Het is nooit een onterechte 1. Het is altijd een onterechte 0. Dus toen dacht ik, dit zou wel eens op te lossen kunnen zijn met pull-up weerstandjes. Om die signalen te helpen om hoog te worden. Het zou namelijk kunnen dat ze net niet hoog genoeg worden of zoiets. Maar dat heb ik geprobeerd, pull-up weerstandjes van verschillende waardes, maar het mocht helemaal niks helpen. Maar dit helpt natuurlijk ook niet. Kijk, die hele lange draden die helemaal hier naartoe lopen, naar mijn Commodore, naar de cartridge port. Dat is natuurlijk ook niet echt voordelig of handig en deze dradenbende ook niet. Dus wat ik nu ga doen is eigenlijk een printje maken wat ik rechtstreeks prik op die header van de cartridge. Op de cartridge daar zitten natuurlijk al van die headers waar ik gewoon mannetjes headers in kan prikken. En dan zijn die lijnen lekker kort. En is het allemaal met betrouwbare soldeerverbindingen. En dan hoop ik dat het beter gaat. Want ik wil deze keer die hardware echt goed voor elkaar hebben. Voordat ik weer een nieuw printje ga ontwerpen en ga bestellen in China. Niet dat het heel duur is. Dat kost ongeveer 35, 40 euro. Voor 10 van die printjes. Dus dat is eigenlijk het geld niet. Er gaat wel een paar weken overheen. En het is natuurlijk heel zonde om het eigenlijk weg te gooien. Dus ik wil het dit keer echt goed uitzoeken. Voor deze video vind ik het even genoeg geweest. Dus ik zeg voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En dan kijk ik of we dan verder kunnen met dit project. Want ik ga natuurlijk gewoon door.